Kijk, ze zitten verstopt in mijn UX. Maar uiteindelijk is het ook belangrijk om in de winter je voeten te verzorgen. Het is gewoon zo dat in de winter de kou maakt je gewoon niet aantrekkelijker. Laten we even wel wezen, snot en alles. Maar je handen zijn ook droger door de kou. En het geldt ook voor je voeten. Het is gewoon, ondanks dat ze dus in de UX zitten, is het belangrijk om je voeten te verzorgen en je handen te verzorgen. En Winnie is nagel-expert, handen-expert, alles-expert. En gaat mij uitleggen wat je kan doen om droge handen en voeten te voorkomen. En waarom het ook zo belangrijk is om in de winter alles te blijven verzorgen. Ja. Nou kijk, en weg is Winnie weer. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik word altijd zo blij van je en van je voetenbakje. Nou, lekker hè. Ja, heerlijk. Helemaal met deze kou. Niet. Goed voor de doorbloeding. Hey. En de ontspanning. Hey. In drukke tijden. Oké. Ik zou willen zeggen, maar ik weet niet of dat geschikt is voor Nouveau, hoe lekker dit is. Ik moet toch een subtiele omschrijving bedenken van hoe enorm goddelijk dit voetenbad is. Het lijkt een beetje op een tandartsboor dit. Maar die winter, hè? Ik heb dus extra droge handen en voeten. Nee, ja. Hoe kan dat? Alles gaat op een lager standje. Er is niet zo vitamine D3, zie je bijvoorbeeld minder in de winter. Ja. En dat activeert ook alles. In de winter of in de zomer groeien je haren sneller. Je nagels groeien sneller. Is er betere doorbloeding. Vitamine D3 is essentieel voor je hele lichaam. En dat ontbreekt ook een beetje in de winter. Waardoor het allemaal ietsje langzamer gaat. En het ook allemaal wat meer uitdroogt. Je voeten zijn zo belangrijk, daar loop je de hele tijd op. Die brengen je overal. Die moeten verzorgd worden, ook in de winter. Juist ook in de winter moeten ze vertroeteld worden. Het is heel gek, ik heb het altijd koud. Behalve mijn voeten, 's nachts als ik ga slapen, die zijn dan bloedheet. En als klein meisje koelde ik ze altijd aan de spijlen van het bed van mijn moeder. Dan deed ik ze er tegenaan en dan waren ze even koud. Maar ik slaap ze altijd met mijn voeten buiten de dekens. Ik doe een confessie. En nu, dus waar ik smeer ze dus in elke avond met een soort verkoelende crème. Of gewoon eigenlijk een crème, niet verkoelend. Om ervoor te zorgen dat ze koel worden. Jouw ultieme wintertip tegen droge voeten en handen? Scrubben en heel goed insmeren. Of heel regelmatig op de echt zoals dit soort plekjes. Lekker veilen met een goede veil. En daarna met een goede crème insmeren. Een goede voetcrème. Niet een bodymilk, want die is voor je lichaam. Maar echt een voetcrème. Een voedende voetcrème. Zij is streng. Een voetcrème. Een echte voetcrème. Heel streng. Heel streng. Een voetcrème. De meest charmante slippers die ik ooit gedragen heb in mijn leven.